Ik ga naar mijn hip. Ik heb een meneer uitgenodigd. Deze man, die weet alles van etiketten. Hij vindt eigenlijk dat wij hier in Nederland een beetje te klef met elkaar zijn. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Mag een grote applaus voor mijn hip van deze week. Butler Laurens! Goeiedag, goeiedag. Gaat u lekker zitten? Goedendag. Laat me beginnen. U bent een butler. Dat klopt. Toch? En zo? Ja. Je geeft daarnaast ook les in etiketten en zo. Ja, klopt. Van hoe moet je elkaar begroeten en zo? Ja, ik heb heel veel gezien natuurlijk in de wereld. Ja? En ik heb gewoon gekeken van hoe begroeten de mensen zich nou? Ja? En wat voor fouten maken ze eigenlijk? Oh, oké, maar ik groette u net gewoon, ik gaf u gewoon een hand en zo. Prima. Was prima. Dat was prima. Oké, maar als ik bijvoorbeeld, is het omdat ik een man ben? Als ik een vrouw was, had ik het dan anders moeten doen? Nee, eigenlijk ook niet. Oké, dus, hand, want ik ken u niet. Oh, oké, maar dus u geeft geen kusjes of zo? Nee. Helemaal kijk, als ik op straat ben. Goeiedag mevrouw, wat is je naam? Janet, kom eens even hier. Kom even hier, Janet. Oké, dan even, dit is als ik Janet zou tegenkomen op straat. Ja? Janet is hier, Janet staat even hier. Uh-huh. En ik kom Janet tegen. Hoe zou ik Janet moeten begroeten? Nou, dat ligt aan haar. Als zij dus haar hand uitstrekt. Ja, dat betekent van, ik wil je alleen een hand schudden. Verder niks. Dus, oké, Janet bepaalt. Wat er de afstand. Okay. De vrouw bepaalt. Maar de afstand. Maar dus ik moet wachten tot Janet iets dichterbij komt. Ja, dan wil ze gezond dus, worden. Dus als niet. Janet iets dichterbij komt, zoals wat zij dus nu uit haarzelf doet, dan mag ik haar zoenen. Maar mag je dan zoenen of tongen? Wat moet je doen? Gewoon alleen nooit zoenen. Tongen. Nooit tongen. Maar en dan, als je zoen, alleen maar één zoen. En niet die drie zoenen. Eén zoen. Nee? Zo één zoen. Eén zoen. Gewoon eentje maar. Oké, eentje. Nee. Maak applaus. Geen applaus. Maar, u heeft dan ook een manier als ik bijvoorbeeld. Ik heb voor een barbecue, hè? En dan een van de lastigste dingen is mensen naar huis krijgen. Ja. Hoe doe je dat? Nou, in de chique kringen. Ja? Dan komt op het laatst de butler dus aan. Ja? Met glaasjes water en suderans. En dat betekent dat u binnen 5 minuten het pand moet verlaten. Ik heb eerst alles op. Dus letterlijk 5. 5 minuten. En dan moet de eerste weggaan. Is gewoon, maar dat is hoe jullie chique mensen doen. Ja. Maar ik ga jullie niet betichten van chique mensen. Jullie zijn succesvol, maar... Wow. Ik ook. Ik ga slapen. Ik ben geslapen. Zijn jullie en de rest blijft... Oh, jij laat iedereen gewoon beneden? Ja, mm-hmm. Maar in welke wijk woon je, Kenny? Want in mijn wijk ben je alles kwijt. Is gewoon, je wordt wakker en je hebt ruimte opeens in huis. Is gewoon spullen weg. Is er nog iets dat je denkt van, nou oké, dat is ook een ding wat mensen doen, wat ze niet moeten doen? Ja, bijvoorbeeld, dan zeggen ze van, ik ga eventjes naar het toilet. Maar als je naar het toilet moet, dan ga je zeggen, ik ga naar het toilet. Wat moet je doen dan? Ja, dan moet je zeggen, gewoon wc. Een toilet is namelijk je mooi maken. Oh. Ja? Nou, ik heb heel veel mensen naar het toilet zien gaan, maar wat eruit komt, zeg niet mooi, hoor. Ik weet niet wat voor toilet jullie chique mensen hebben, maar het is gewoon... Ik heb een tante, nou, als die uit het toilet komt, nou, dan heb je gevraagd, waarom heb je niet alles doorgetrokken, maar... Maar u zegt dus eigenlijk moet je... Maar ik vind wc vind ik eigenlijk een beetje ordinair klinken. Ja. Dus de hele chique mensen die zeggen, ik ga even mijn handen wassen. Dus als ze naar de wc gaan, gaan ze zeggen, ik ga mijn handen wassen. En als ze eigenlijk zichzelf echt mooi gemaakt is, ik ga mijn neus poederen. Nee, dat zeg je dus niet meer. Oh, dat zeg je niet meer. Nee, maar dat is... Want in Amsterdam heb je dat. Ja. Ja. Want ik weet die mensen met money, dat is wat ze doen. Maar je zegt niet poederen, maar je zegt, ik ga mijn handen wassen. Ik ga mijn handen wassen. Maar dat is ook een beetje, u vindt dat ook toch een beetje gek, toch? Ja, het klinkt als wel iemand raar. Zegt, ik ga mijn handen wassen. Nee, lullen, Margreet, je gaat gewoon kakken. Weet je wel, dus, toch, eigenlijk. Bent u ooit bij de majesteit geweest? Ja. Echt waar? Ik was in dienst bij prinses Margriet. Kijk eens op Dinoshow en zo. Dat mag ik u niet vertellen. Oh, het is geheim. Dat is geheim. Betekent nee dus. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Ja, ik ben helaas niet zo... Ik hoorde wel dat Amalia en zo naar mij kijken. Ja? Ja, die loopt hele dag tegen oma te zeggen onbeschaft. Hé, we gaan dan... Ik ga u een cadeautje geven. Want soms heb je ook geen zin om te praten. Nou, dit is nou heel simpel. Als je denkt van, nou, ik wil gewoon een hand. Dat doe je gewoon zo, dan ben je op straat. En je denkt, nou, nu mag je zoenen. En dan draai je het om. Weet je, dat is gewoon mijn cadeau naar u. We gaan een foto maken in die camera. Komt maar. En dan geef ik u een hand en dan kijken we dat. Is het gemaakt? Ja. Dames en heren, mag een applaus voor Butler Laurens.
Deze man is... het is eigenlijk de laatste show. En deze man kon niet ontbreken. Normaal gesproken is hij op zoek naar een passie even buiten. Maar vanavond is hij live in de studio. Mag een groot applaus voor Sydney! Sydney komt erin.